ben. Ze heeft mij aangenomen als zomerstagiair voor de maand september. En hierdoor leer ik eigenlijk de theorie om te zetten in de praktijk. Wat toch wel kan verschillen van de droge materie die ons aangeleerd wordt achter de schoolbanken. We mogen dus kennis maken met het reilen en zeilen hier in het advocatenkantoor. En daardoor mogen we onder andere conclusies uitschrijven, adviezen opstellen en pleidooien bijwonen. Kortom, dus meelopen met echte advocaten. Omdat dit kantoor gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, wat nou aansluit bij mijn persoonlijke interesses en de richting die ik later zou willen inslaan. En bovendien is dit ook een zeer gerenommeerd kantoor dat bekend staat omwille van zijn kwaliteit en expertise. En daarom leek een stage mij hier erg aantrekkelijk. Er heerst hier een heel gemoedelijke sfeer, waar zeker en vast ook ruimte is voor een babbel en een lach. Er is geen competitiviteit tussen de collega's onderling en al zeker geen ieder voor zich mentaliteit. Integendeel, ze helpen elkaar juist en ze overleggen geregeld. Het kantoor laat ons een zeer grote vrijheid om zelf te bepalen wanneer we willen beginnen en ook wanneer we willen weggaan. Je bent hierdoor niet verplicht en er is zeker nog tijd voor hobby's of je vrije tijd naar behoeven in te vullen. Mijn advies voor mensen die hier ook graag een stage zouden willen doen, is dat als je een passie hebt voor het arbeidsrecht, je hier zeker en vast op de juiste plek bent. Niet twijfelen, gewoon appliceren. En daarnaast raad ik aan om je ook heel leergierig op te stellen en gebruik te maken van hun aanspreekbaarheid.